valt zoveel te zeggen over Carolien Pauwels. Meer woorden dan er staan in één woordenboek. Ik gebruik 4 woorden als kapstok. Woorden die mee beschrijven wie Carolien was en wat ze betekende voor de mensen uit haar omgeving, in de vakgroep communicatiewetenschappen, in mijn faculteit, in de VUB en ook voor mij. Die woorden zijn tijd, water, bewondering en momentum. Laat mij bij dat momentum beginnen. Niet monument dus, hoewel dat woord zeker ook bij Carolien past. In Van Dalen staat dat momentum een term is uit de fysica. De hoeveelheid van beweging. En figuurlijk betekent het vaart of stuwkracht. Ook die betekenis, vaart, stuwkracht, zou een reden kunnen zijn waarom momentum een woord is voor Carolien. Maar ik vermeld dat momentum hier toch vooral omdat ik nooit iemand heb ontmoet die dat woord zo dikwijls gebruikte als Carolien. In allerhande vergaderingen, toen ze nog vakgroepvoorzitter was in mijn faculteit of bij haar start als rector. Het was bijna een tik, een stoplap. En ze gebruikte het op een rare manier. Ze zei bijvoorbeeld, het is het momentum om dit te doen. Of, dit is het juiste momentum. Terwijl ze eigenlijk bedoelde, het is het moment. Op een van onze vele fijne momenten samen hadden we het daar eens toevallig over. Over dat gebruik, te pas en te onpas van momentum. En van de ene dag op de andere heb ik Carolien nooit nog momentum horen zeggen wanneer ze moment bedoelde. Die kleine en aan zich onbelangrijke anekdote tekent meteen Caroliens luister- en leerbereidheid. Carolien luisterde naar en leerde voortdurend van anderen en ging dan rijker, wijzer, slimmer, beter verder. En het is een vreemd toeval dat momentum en monument qua betekenis ook woorden zijn die zo goed bij Carolien passen. Misschien moeten we zelfs een nieuw woord aan het woordenboek toevoegen voor haar. Carolien was een monumentum. Mijn tweede woord voor Carolien is tijd. Carolien vulde haar tijd. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En soms ook 's nachts. Ik heb dat het sterkst ervaren op enkele van de buitenlandse reizen die ik met Carolien mocht maken. Van Zuid-Afrika tot in Amerika. In mijn wellicht vertekende herinnering bezochten we daar in 1 week tijd van west naar oost ongeveer alle belangrijke Amerikaanse universiteiten. NVUB-alumni-groepen en tussendoor van LA tot New York nog enkele musea. Terwijl ik naar adem hapte, nam Carolien nog een raketlancering mee van de NASA en pakte ze in lange telefoongesprekken alle kleine en grote problemen op het thuisfront aan. Op dat moment was er bijvoorbeeld heel wat gedoe in de VUB over het plan om een cyclocross op de campus te organiseren. Wel, die cyclocross kwam er en de contacten met de Amerikaanse partners werden gelegd of verstevigd. Want die gevulde tijd werd door Carolien wel degelijk nuttig besteed. Al is het juister, denk ik, om te zeggen dat Carolien haar tijd niet vulde,
maar dat ze haar tijd nam. Voor iedereen die ze zag of ontmoette, van hoog tot laag, nam ze haar tijd. Voor een gesprek over belangrijke en onbelangrijke dingen. Empathie was samen met luisterbereidheid een grote kracht van Caroline. En ja, als je je tijd neemt, dan kom je soms te laat op je volgende afspraak of bij de volgende vergadering. Ook dat was Caroline. Maar op die volgende afspraak of vergadering nam ze opnieuw de tijd voor iedereen. En zo werd het later en later, tot het avond werd en nacht. En met de ochtend komt mijn derde woord. Water. Sommigen van jullie weten dat Caroline elke dag, wanneer het kon, in het zwembad begon. Wie met haar die eerste afspraak of vergadering van de dag had, zag haar meestal verschijnen met natte blonde haren. Daardoor dikwijls al wat te laat, maar passant. Caroline nam haar tijd. Caroline was niet alleen verzot op zwemmen in het zwembad. Nog veel meer water is er in de zee. Daarom hield ze ook zo van Oostende. Het is geen toeval dat ze in 2021 bij een van de laatste van haar vele grote projecten als curator optrad voor Theater aan Zee. Ook dat was Caroline. Ze lukte er wonderwel in haar stokpaardjes, haar liefdes, te verbinden. Zoals kunst, cultuur, Oostende, de VUB, de zee, water. Allemaal samen in Theater aan Zee. Nu, die liefdes van Caroline, die waren nooit exclusief. Misschien bekeken jullie enkele weken geleden ook de heruitzending van het interview met Caroline in Alleen Elvis blijft bestaan. Op de vraag van Thomas van der Veeke waar ze na haar rectorschap zou willen verblijven, antwoordde Caroline: op de heuvels van Fiesole, met zicht op Firenze. Nu weten jullie waarschijnlijk dat in Fiesole nauwelijks water te bespeuren is. Maar voor Caroline was dat duidelijk geen belemmering. Integendeel, de liefde voor het ene, voor water, sluit de liefde voor het andere niet uit, voor de natuur en de bergen. Caroline was inclusief en veelzijdig. Het is vreemd, Caroline, dat ik de laatste dagen van juli, in jouw laatste dagen, in Fiesole was. Waar zij waarschijnlijk, zelfs vlak bij de plek waar jij later zou hebben gewoond. Ik zou zo graag daar later nog eens bij jou op bezoek zijn gekomen. En ik ben er zeker van dat jouw villa er één zou geweest zijn met een zwembad. Toch dat water dus, waarin je elke ochtend zou gaan zwemmen. En misschien ook 's nachts bij volle maan. Maar het heeft niet mogen zijn. Wat nu nog rest is mijn, is onze herinnering aan Caroline. Ik hoop dat ik die namens jullie allen kan samenvatten. En daarmee rond ik af in mijn vierde woord voor Caroline. Bewondering. Caroline schreef enkele jaren terug een klein boekje, Ode aan de verwondering. Zo leefde Caroline, in verwondering om de mensen en de dingen om haar heen. Luisterbereid, empathisch, verbindend, veelzijdig.
met dezelfde zachte kracht als die van het water waarin ze zo graag zwom. Verwondering en bewondering liggen dicht bij elkaar. Jij was iemand, Caroline, om te bewonderen toen je er nog was en nu je er niet meer bent. Een voorbeeld, een monumentum. Dank je wel voor wie je was.